Nou, dit is wel eens het ergste wat een imker kan overkomen. Als hij dit aantreft zo. Ik baal daar zo enorm van, hè. Ik word altijd een beetje stil van. Verdrietig. Onmachtig en boos. Ik heb ook wel eens gekscherend gezegd. Ik stop met bijen houden. Want als je dit keer op keer jaarlijks tegenkomt, dan zakt de moed wel eens in je schoenen. Er zijn imkers in Nederland die dit elk jaar tegenkomen. Elk jaar. En die kopen dan weer nieuwe bijenvolken. En dan is het duimen op elkaar. En wachten op het voorjaar en dan zien ze dit weer. En ja, die stoppen er ook mee. En het vervelende vind ik dat hier nog steeds niks aan gedaan wordt. Nu men steeds meer riep van, jongens, landbouwgif is mogelijk een van de veroorzakers voor de bijensterfte. Ben ik eens in de omgeving gaan kijken en zo'n 100 meter hier vandaan loopt de Leidse Vaart. Die komt vanuit de Bollenstreek. Ik heb toch altijd rekening mee gehouden van, mogelijk is toch een van de oorzaken dat spul. Bijen hebben water nodig. Die nemen dat mee naar de kast. Het verspreidt zich met als reden en oorzaak dat ze doodgaan. Heel veel mensen weten niet dat 80% van alle landbouwgewassen afhankelijk is van bestuiving. Door wilde bijen, door honingbijen en door hommels. Dus het appeltje en peertje wat wij eten dagelijks, het framboosje, het aardbeitje, dat is allemaal bijenwerk. En ja, daar sta je niet bij stil. En eigenlijk moet ik me tot Politiek Den Haag richten en vragen van, ja, niet vragen, bijna dwingmatig zeggen van, jongens, doe hier alsjeblieft wat aan. Want dit beeld is verschrikkelijk. En stop met die troep met landbouwgif.